Partiële lockdown, ook wel avondklok genoemd, is een goede maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen. Dit haalde Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgdeskundige, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Volgens hem moeten we nu juist extra oppassen en maatregelen treffen omdat het aantal besmette personen op 8 is gebleven. Dit komt door het klein aantal besmette personen. Zullen enkele burgers volgens Del Prado denken dat alles goed is en dat ze terug kunnen naar de orde van de dag. Hij wijst erop dat een aantal landen deze fout heeft gemaakt. De arts zegt verder dat bepaalde mensen de ernst van de zaak nog niet inzien. En je is behoorlijk. Mm. Ongeveer 80% van de sma de. Okay. De komt beter. Mm-hmm. Maar de sma is ziek, Carla, Artisuma. Sma is lukwa programma die zie. Je is ziek, gevaarlijk. De long fee in zee. Mm-hmm. Hij pori, hij kies fibrose. Hij... In mijn haar, bro. Verder heb je bijna een machine. Tak, hij heeft je broek te zien. Oké, oké. Dus als het is, dan boom, boom, ook risico. En dus mijn gastraad, ik kan dit niet brieven. Dus eigenlijk, we hopen dat we een programma zien, en dan is het elkaar, we komen bij elkaar. Een programma zien, boeit land, is een land die tijd geeft, laat die je want toe opdracht. In mijn gastraad, in mijn doel, die zien, in mijn doel dat. Dat onschrijf je. Onschrijf je, want zorg dat onen is ziek en transman is ziek toe. Maak een briefje kom. Verder wijst Del Prado erop dat er geen medicijn is voor dit virus. Dat mensen aangeven dat ze bitter of bita zullen drinken, mag volgens hem. Echter benadrukt hij dat het virus niet op die manier doodgaat. Maar abita en jebi, samen aboefu. Abita, sabi abita abwantu. Kruiden naar in. Mm-hmm. En zeker a quasi bita. Yeah. Want Asandati en met malaria dressy, chloroquine. Mm-hmm. Want u bestanddelen van Asandati gebruik voor met a kinine. Mm-hmm. Voor pure malaria. Maar dat is hier, de virus, chiezo toch? Ah, nee, kieren. Oh, my God. Doe dat. A virus moet razen uit. Oké. Okay. Okay? A virus moet. Hij vermenigvuldigt in strefie, zoals man ze boeweerstaan. Dat is boeweerstaan, dat is vaak belangrijk. Mm-hmm. Jamboen, we zorgen dat je vitamine C, vitamine yeah. C, jong, we begaan met die laatste. Maar je bierambiherde. Oh. Vitamine C. Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgdeskundige. Hij was een morgengast in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt vanavond na het nieuws herhaald.